Pinksterconferentie 2017. Gods geest geeft lef. Wij nemen een kijkje achter de schermen. Opbouwen? Ja, nou, de tenten staan al, dus we kunnen zo onze spullen inleggen en dan een beetje gaan verkennen, denk ik. Ik heb het programma al wel een beetje bekeken en het lijkt me echt heel erg leuk, dus ik ben heel erg benieuwd. De tent mag opgezet worden? Ik hoop dat die staat, maar ik weet het niet zeker. Oh jee. Wat is jullie verwachting? Dat je vrienden leuk hebben en naar de diensten gaan. Wat is jouw verwachting voor dit weekend? Dat ik gewoon samen met de groep gewoon een toffe tijd tegemoet mag gaan. Waarin we gewoon voor elkaar mogen zijn en waarin we gewoon toffe dingen mogen meemaken. En gewoon dieper intentie van God mogen meemaken. Wat is de planning voor jullie? Ik heb geen idee. We laten ons verrassen. We zijn nog nooit geweest, dus het is de eerste keer dat we hier komen. Echt benieuwd. We gaan lekker naar een paar diensten. We gaan ons openstellen voor het geestelijke voer. Dus laat maar komen. Wat is jullie planning voor dit weekend? Oh, druk. Eten. Meemaken van God. Wat denk je te verwachten van dit weekend? Een heleboel gezelligheid. Een hele goede sfeer is er altijd op opwekking, dus lekker gezellig kamperen, dat brengt wel gewoon een heel erg gevoel van eenheid en lekker met z'n allen zingen. Maken jullie wel een beetje muziek ook samen? Ik ontmoet eigenlijk de meeste van hun pas net, dus wij hebben nog geen muziek gemaakt, nee. Gezellig, oké. Dus jullie kennen elkaar nog niet hiervoor? Nee. Zo gaat dat ook op festivals, hè? Ja, dit... steeds nieuwe mensen kennen, dus dat is heel erg leuk. Gaat u naar de dienst, meneer? Jazeker. Ja, ik heb er zin in. Ja? Waarom heeft u er zoveel zin in? Nou, het is opening, dus ik ben zeer benieuwd wat meneer Bottenblij gaat brengen. En de rest natuurlijk, hè? Ja, ik bedoel. Bent u hier het hele weekend? Ja, zeker, ja. Met vrouw en kinderen. Wat doet het thema met u? Wat zegt u dat? Nou, ik zat het net te lezen en ik dacht... Gods geest geeft, toch, is het thema? Of niet? Lef. Lef. Oh, lef. Oh, ja, zie je. Dus ik dacht, is het nou af of moet er nog wat achter? Ja, inderdaad. Oké. Ja, lef. Nou ja, amen. Dat is wat we nodig hebben, toch? Ja, dus come on, give it to me. Ja. Wat doet u daarmee buiten deze conferentie? Nou ja, getuigen wat God in mijn leven heeft gedaan. Gewoon soms wel eens lef naar iemand toestappen, zeg maar. Ja, gewoon soms even, dat. Gewoon... delen wat God heeft gedaan in mijn leven, ja, dat heb ik nodig, Gods geest voor nodig, ja. Wat heeft God in uw leven gedaan dan? Nou, ik zal het in het kort houden. Weet je, God heeft me uit de ellende gehaald, uit de put van duisternis, van verslaving, van gebondenheid. En hij heeft me daaruit vrijgemaakt en hier ben ik, ja. Er zijn veel mensen die het niet meer na kunnen vertellen van mijn vrienden en ik kan het nog navertellen, ja. God van licht. Dan heb ik zin om te dansen. Ja, dat is gewoon heerlijk. Zoveel mensen bij elkaar de Heer prijzen. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, is awesome. Ja. Je kan het niet met woorden echt omschrijven. Ik kan het niet, laat me zo zeggen. Ja. Gebeurt er iets van binnen? Nou, moet je kijken. Als wij met z'n allen lef krijgen. Ja,
Woe, dan gaat de vuur toch, volgens mij de kerk uit, zeg maar, weet je, dat de wereld God kan zien. Moet je kijken, dus heel die tent staat vol en dan ook nog hier, ja, dit is awesome, joh. Ik heb dit in mijn jeugd gemist, dus toen ik hier voor het eerst was, ik ben een paar jaar geleden hier voor het eerst gekomen, toen dacht ik, wauw, als ik dit had geweten, jongen, dan had ik nooit, misschien niet in die ellende gekomen, zeg maar, ja. Dus daarom is het altijd goed om mensen mee te nemen, ja. Dat is precies wat er toen op die bewuste dag in mijn leven gebeurde. De diepe overtuiging, plotseling, als een verloren zondaar te weten, er is vergeving en God zal klaar om je te ontarmen. Komen uit de duisternis, komen uit hun gevangenschap, om uiteindelijk hun leven aan Jezus toe te vertrouwen. En dat is nu precies wat Jezus bedoelde met Pinksteren. Toen hij zijn discipelen beveel om te blijven in Jeruzalem. En toen zei hij tegen ze in Handelingen hoofdstuk 1. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En het is deze overweldigende kracht die zal maken. Dat deze mannen in staat zijn om nu met moed, met lef ook het weer op te pakken. Het thema is Gods geest geeft lef. Nu begreep ik dat jullie zoontje ook Lef heet. Ja, dat klopt. We vonden het een hele mooie, stoere, korte naam eigenlijk. En toen gingen we kijken naar de betekenis. En ja, er worden verschillende betekenissen gegeven, maar onder andere leven. En dat vinden we wel heel mooi. En leeuw is ook een betekenis. En dat staat natuurlijk weer voor kracht. Dus ja, eigenlijk combi van wat we heel erg mooi vonden. Als we hem zien, dan denken we, ja, dat is gewoon lef. Ja, ja, had ook niet anders klopt, gekund, ja. Of zo. Ja, dat. Hoe is het nou om als vrijwilliger andere vrijwilligers te dienen eigenlijk op deze manier? Ik vind het een enorme leuke uitdaging. En we hebben hele leuke gesprekken ook terwijl we aan het uitreden zijn. Dus ja, het gaat hartstikke leuk en gezellig. Bent u nou echt heel erg druk het hele weekend? Of heeft u ook nog tijd om de diensten te bezoeken? We hebben hierachter een scherm staan, daar kunnen we alles op volgen. Vandaag hebben wij weet ik hoeveel eieren gepeld terwijl wij zaten te luisteren naar de dienst. Dus ja, we kunnen het combineren op die manier. We zijn een planning aan het maken om zo snel mogelijk zo meteen verder te gaan. Wat staat er op de planning? We hopen in de avond naar concerten te gaan in het Compassion Café. En voor de rest naar een seminar zo meteen van Marije van den Berg, Imperfectly Perfect. En misschien vanavond nog een lofprijzing, aanbidding. Dus een beetje een gevarieerd programma en natuurlijk vrije tijd. Wat trekt jou nou, of jullie, nou zo aan om hier naartoe te komen? Ja, de mensen. Het gewoon voor God zijn, met elkaar het kunnen delen. De seminars die spreken ons ook heel erg aan. En dan, ja, dat trekt ons heel erg. Het is gewoon een hele fijne sfeer hier. Ja. We staan hier al een paar dagen en u bent nu toch nog een tentje aan het opzetten? Ja, wij konden niet boeken. Het was vol. Wij zijn toch gekomen. Echt? Een beetje undercover? Ja, gewoon bonnefoy. We dachten, we willen gewoon hierbij zijn. Gewoon de moed nemen en alsnog gaan? Waarom niet? Wat zijn uw verwachtingen voor vanavond, als u hier zo graag wilt zijn? Uiteindelijk even weg van de massa buiten en onder mijn broeders en zussen gewoon even kunnen lekker zitten en chillen. Ja. Heeft u dat echt nodig? Ja, het samen zijn van buiten kerk zijn. Ik weet wel dat God iets heel belangrijks heeft te vertellen naar mijn hart. Want ja, er is weer een nieuw jaar, een nieuw seizoen en ik weet nog niet wat het is. Maar er gaat iets komen, er staat iets aan te komen. Iets aan te wakkeren en ik hoop dat het vuur is en vuur en vuur en vuur en vuur. En veel liefde natuurlijk. Want ik wil uw boeten lezen.
evangelie aan de heiligen. En ze vonden het geweldig. Ze hadden geen flauw idee dat de kerk die zij daar zomaar gesticht zagen worden door de kracht van de geest door hun heen. En er zijn er vluchtelingen in ons land. Vele mensen met trauma's en grote nood. En misschien zie je ze langslopen in jouw stad. Maar je leven is vol. En je hebt al zat te doen. En daarom je leeft eraan voorbij. En misschien vind je ze wel eng, want ze spreken nauwelijks jouw taal. En misschien zijn ze wel moslim en je vindt het gevaarlijk en eng. Ga die vogel verschrikken voorbij. Stuur die buggy de blubber in. Zullen wij samen bidden? Zojuist ervaren? Als heel rakend. Ja, ik voelde dat Gods geest echt tegen me sprak over mijn roepingen die ik al kende. En het sprak me heel erg aan wat hij vertelde over de vogelstrikkers. Want ik heb ook mijn angsten en mijn blokkades. En ik voelde heel duidelijk de uitnodiging van ga daar echt voorbij. En je hoeft niet bang te zijn voor armoede, voor pijn, voor verlating. Want ik ben er en het gaat om mijn eer en dat is wat jij wil, want dat wil ik ook echt. En ik voelde dat echt die uitnodiging om daar, ja, om ook de Heilige Geest uit te nodigen om meer en meer in mij te komen en al die blokkades af te breken. En ja, dat raakte me heel erg en ja, ik wilde heel graag naar voren gaan en het was heel fijn om daar te zingen en daar een hand op mijn schouder te krijgen en dat er voor me gebeden is. Daar ben ik echt super bedankbaar voor. Wat is jouw comfortzone dan? Controle, zekerheid, het zelf doen. Ja, geen risico's. Op welke manier zou jij eruit kunnen stappen? Gaan. Gaan en vertrouwen. Ja, gewoon gaan. Vertrouwen op? Dat God voorziet in alles wat ik nodig heb, alles. En ook al zit ik in de put, dan nog voorziet hij. Dat geloof ik. Al deze mensen zijn gekomen voor God. En als iedereen, zeg maar, een stap zou zetten, als iedereen opstaat. Ik kan, ja, de opwekking is groter dan dit. Dat gaat buiten dit terrein. En dat is echt, ik geloof echt Gods droom en mijn droom. En dat sprak me zo aan deze dienst. En angst is een wapen van de vijand. Die ons probeert tegen te houden om te staan in wie we zijn, in onze identiteit. Met beide benen op de rots, Jezus. En ja, ik bid. En ik bid echt over dit festival. Niet alleen over mezelf, maar over de mensen die hier zijn. Dat we echt, echt de bravery hebben om te stappen, om te gaan. I may be, you know, little. Ik ben misschien klein of ik kan niet super goed spreken. Ik ken niet alle Bijbel. Maar ik ken God en ik hou zoveel van hem en ik ken mensen en let's go out there. En ja, ik hoop echt dat mensen dat gaan doen. Ja, dat sprak mij heel erg aan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass. De comfortzone is, toen zij al zei van ga een keer mee in opwekking. Ik zeg ja, hallo. Toen had ik allemaal argumenten waarom het niet zou moeten. Dus uiteindelijk zegt ze, joh, maar wat vind je dan moeilijk? Ik zeg, nou, ik wil ook niet in een tent. Dus we kwamen hier met de mooiste retro camper aanzetten. En dan denk je, ach, wat maak je je druk om als je dit met z'n allen mee mag maken. Dus eigenlijk bent u op dit moment al een beetje uitgestapt uit de comfortzone. Dat zeg je goed, ja. Ja. Dus de eerste stap voor mij was al over die drempel heen. Dus dat was een heel mooi moment. En hoe is uw belevenis tot nu toe dan? Ja, het is gewoon fantastisch om te zien ook dat er heel veel vrienden en bekenden zijn die, waarvan je eigenlijk ook niet eens wist dat die hierheen zouden gaan. Dus
ja, dat je veel meer mensen ziet die die drempel over zijn. Dus ja, ik denk dat dit nog het begin is van heel veel moois. Kunnen ze je vinden? Nee, denk het niet nog. Je bent druk aan het appen? Ja, ik ben aan het bellen. Je bent aan het bellen ondertussen. Inderdaad, dat is iets makkelijker dan appen. Ruben Vlag, directeur van Stichting Opwekking. De zingin begint al aardig vol te stromen, het veld. Hoe speelt u het elke keer weer klaar, dat het toch ja, droog blijft? Nou ja, kijk, dat gebeurt natuurlijk van boven. En dat is ontzettend leuk, want we hebben ontzettend veel contact ook met overheidsdiensten. En die weten eigenlijk dat het altijd goed komt bij Opwekking. Dat is een bijna een grap, dat ze echt weten van, nou, God zorgt er op een of andere manier voor. Het is ontzettend mooi weer, er zijn ook echt ontzettend veel mensen op het terrein. Wordt er extra veel voor gebeden ook, denk ik? Ja, er wordt ontzettend veel gebeden natuurlijk in de voorbereiding. Maar we hebben ook een centraal punt op de conferentie zelf, 24 uur gebed. Wat we enorm belangrijk vinden, omdat we merken en we zijn ervan overtuigd dat gebed eigenlijk de sleutel is. Hoeveel mensen zijn er ongeveer op de been? Nou, ik schat in met dit mooie weer dat er misschien wel 65.000 mensen op het terrein zijn. U bent dan natuurlijk ook wel een beetje verantwoordelijk voor al die mensen. Hoe kijkt u daar aan naar de aanslag van zaterdag in Londen? Nou ja, kijk, er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen in de wereld. We hebben gelukkig veel contact met de overheidsdiensten, veiligheidsdiensten. De politie is ook vooral op zondag erg aanwezig. Maar we hebben veel communicatie met ze en er is vooralsnog geen reden om te denken dat er in Nederland zoiets zou kunnen gebeuren op dit moment. Het is enorm bijzonder om, zeker nu met de Sing-in, al die mensen, verschillende kerken, al die generaties bij elkaar te zijn met maar één doel, om God groot te maken. Ja, en dat is het feest van Pinksteren. Als de Heilige Geest gaat werken, dan komt er eenheid en dan gaan we als kerk ook weer groeien in Nederland. Heb je dan niet zoiets dat je bang bent voor een aanslag of iets? Oh nee, helemaal niet. Nee. Ik vertrouw gewoon op God en je bidt ervoor, voor de bescherming en dan komt het gewoon goed. Voel je dat ook? Ervaar je dat? Dat je hier onder die bescherming valt? Ja, want voordat je het zei, daar heb ik er eigenlijk helemaal niet meer bij stilgestaan. Gisteren hadden een paar andere mensen ook over gedacht, oh ja, maar ik laat me daar niet door afschrikken. Groot en machtig is hij. Groot en machtig is hij. Geweldig, dat is een eerlijke beleving en God naam groot maken, dat is geweldig op deze manier. Een feestje. En voor mij is het een feestje, iedere keer weer opnieuw, geweldig. Maakt u dit nou niet mee in de kerk dan? Nee, dus dat gaat een beetje nog op de ouderwetse manier, zeg maar. Maar ik ben zelf wel iemand die... die wel uitbundig is en zo vormen allemaal handen en voeten en ik trek ze een beetje die ene kant op. En zo blijven we toch een gemeente, hè? Gemeente van Jezus. Ja, super tof. Echt zo fijn met zoveel christenen bij elkaar. Dat is echt gaaf. Ja, het ontzettend dat jou van broers en zus bent van elkaar. De ene dezelfde God aanhangt en dient en blij mee bent en van houdt. Ja, dat vind ik bijzonder natuurlijk. Dat heb je niet elke dag om je heen. Dat doe je vaak in je eentje met je vrienden. En hier zitten met 65.000 mensen om je heen. Het thema van deze conferentie is lef. Heeft u ook lef nodig om dit stukje in uw dagelijks leven te laten zien? Ik ben wel redelijk mondig met mijn mond om dingen te zeggen. Die durf heb ik wel. Maar ik bid elke dag voor wijsheid en meer lef om te kunnen zeggen wie God voor mij is in ieder geval. En voor de mensen wil zijn. Als wij
Als iedereen weer naar huis gaat en het duurt weer een jaar voordat de volgende Pinksterconferentie start. Nou ja, we doen natuurlijk als opwekking ook nog veel meer. We gaan na de zomer nog gelijk beginnen met de voorbereidingen van de nieuwe CD. Maar de grootste voldoening zit natuurlijk in het feit dat het thema wat we gekozen hebben, Gods Geest geeft lef, ook zichtbaar wordt in ons land. Als mensen gaan leven met lef, als mensen bij de bakker en bij de kapper en al die plekken vanuit wie ze zijn gaan vertellen over Jezus en hun relatie met God. Dat geeft de grootste voldoening en dat hoop ik te merken in de komende maanden. Yeah. Jazeker. Ja, voor mijn vriendin, want ik hou helemaal niet van koffie. Maar, dat is echt de liefde, hè? Ja, dat is echt de liefde. Ja. Hoe beleef je de sfeer tot nu toe? Heel fijn, echt heel gaaf. Ja, we waren net bij de sing-in. Ja. Dat is echt. Opwekking is het mooiste weekend van het jaar. Waarom? De sfeer, de goedheid, duizenden vrijwilligers. Zoveel liefde, zoveel vreugde met God, zoveel goede. Input van preken en diensten. Ja, gewoon de gemeenschap waarmee je bent is misschien nog wel het leukst. Wat is er nou zo anders aan de opwekking dan andere evenementen? Nou ja, God staat centraal. Het is niet alleen maar om geld, geld, geld en om jezelf, maar het gaat echt om ook mensen dienen. En ja, ik weet niet, de liefde is hier gewoon overheersend. Klaar. Ik heb er ontzettend van genoten. Ja. En waar heeft u dan zoveel van genoten? Van die verschillende diensten waar ik geweest ben. En van de gesprekken die ik met een aantal mensen heb gevoerd. Er zijn altijd een aantal mensen die kom ik alleen maar hier tegen. Gek genoeg. En dat heeft ontzettend goed gedaan. Wat maakt het nou zo mooi om hier naartoe te komen? Wat ik het ontzettend mooi aan vind is dat kerkmuren wegvallen. En dat er een ongedwongen sfeer hangt die openheid geeft om gesprekken met elkaar aan te gaan. En de gezamenlijkheid, dat trekt mij enorm. Dat bemoedigt mij enorm ook. En zeker ook vanmiddag met die zing-in. Als je dan met 50.000 man uit allerlei verschillende kerken en verschillende achtergronden daar staat. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Dit was het dan alweer, het einde van de Pinksterconferentie Opwekking 2017 in Biddinghuizen. We hopen dat u genoten heeft en hopelijk zien we u hier volgend jaar weer.